de partij Frankfurt-KV Mechelen krijgt u een beeldverslag van de openingswedstrijd van het Nederlandse wielerseizoen op de weg. En aansluitend bekijken we integraal de absolute topper van de Europese avond. Ik zei het daarnet al, PSV Eindhoven-Real Madrid. Beide landskampioenen. Voor ons zit daar Rick de Sadeleer. En tussendoor houden we u op de hoogte van alle standswijzigingen. Met andere woorden, wie dit programma blijft volgen, mist niks. Kan doodeenvoudig niks missen. Ik had het net al over hem, over Leij Kleinsters. De Limburger werd gisteren in het universitaire ziekenhuis van Pellenberg geopereerd aan de knie. Hoe vervelend is het in een ziekenhuisbed te liggen op het moment dat je ploegmaats klaarstaan voor een belangrijke Europese opdracht? Dat vroeg Dirk Abrams aan de man die het nu meemaakt. Dat was gisteren, dus wel gisteren dat ik in Mechelen aankom. En dat is allemaal een kostuum. En vertrekken dus met de bus en ik moet daar alleen nog wat gewichten trekken of in een hoek blijven zitten. Dat is wel vervelend natuurlijk. En dan ervaart je ook hoe het eigenlijk is om je leert dan veel gemakkelijker relativeren denk ik in het voetbal. Nu, wat verwacht je vanavond voor die wedstrijd? Maar ik verwacht wel een overwinning moet ik zeggen. Zeker op de manier waarop Mechelen nu aan het spelen is. En ook als ik de krantenberichten lees en zo, het wordt wel iets gespeeld door Frankfurt natuurlijk, maar dus ze hebben toch een ploeg die met moeite van de degradatieplaatsen kan wegblijven. Plus het feit dat ze toch ook weer twee of drie van hun best dan ook nog niet bij hebben. Dus ik denk dat er over twee wedstrijden gezien dat Frankfurt in principe een gemakkelijke partij zal worden voor Mechelen. Is daar in die zin ook de voorbije weken over gepraat? Nee, dat niet. Ja. Ik zeg het dus ook nu, maar als ik er dus zelf bij loop en zo, dan wil je gewoon niet hebben dat ze dat gaan onderschatten. Maar als je van op afstand en je ziet het allemaal al enkele weken, dan de Mos beseft het ook dat ze die heel goed aan kunnen. Maar hij was de eerste om te zeggen van bij de lottrekking dan hoop ik alleen maar op Frankfurt. En dat is ook zo uitgekomen, terwijl dat die mensen nu ook nog sowieso verschillende mensen met blessures hebben. Die ploeg, dat wringt aan alle kanten. En dat hoort je dus ook aan de uitladingen, dus dat ze zeggen van ja, Mechelen is voor ons in klasse te sterk, hoewel dat iets gespeeld zal worden natuurlijk. Dus je verwacht een overwinning? Ik verwacht een overwinning. Het enige wat ik dus een beetje schrik voor heb, is dat ze de Duitsers zijn gekend om een 90 minuten durende krachtvoetbal. En bij ons is het toch de laatste weken, dus ook op Beerschot bijvoorbeeld, gebleken dat we de laatste 40 of de laatste 30 minuten wat problemen hebben met fysische verschijnselen. Dus en dan heb ik misschien wat schrik dat ze het zuiver op kracht de Duitsers misschien nog eens kunnen overeen gaan. Dat was Leij Kleinsters bij Dirk Abrams. Geen moment te verliezen. We gaan onmiddellijk naar Frankfurt voor de wedstrijd Eintracht-Frankfurt-KV Mechelen. Onze commentator is Alain Konings. Goedenavond, dames en heren, vanuit het Waldstadion. U ziet het, Eintracht-Frankfurt heeft al twee vrij makkelijke tegenstanders kunnen uitschakelen. De eerste ronde was dat Grasshopper Zürich en daarna een ploeg uit Turkije, Zakaryaspor. Want Eintracht Frankfurt staat er niet al te best voor.